Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de weerkaart vinden we een laagdrukgebied ten noordwesten van Engeland en Ierland. En er ligt er ook een boven het zuidoosten van Europa. Dat laagdrukgebied boven het zuidoosten voor Europa zorgt voor flinke buien boven de Balkan en Griekenland. En ook in het westen en noorden van Europa is het flink onstabiel. In onze omgeving hebben we te maken met een aanvoer vanuit het zuiden. Warme lucht komt onze kant op, maar er komen ook buien aan op nadering van een storing die zondag over onze omgeving gaat trekken. Op de satellietfoto van 20 mei zien we veel wolken boven het westen en het noorden van Europa. Wij hebben te maken met een aanvoer vanuit het zuiden, dus voorlopig is het in onze omgeving overwegend bewolkt. Vanavond klaart het soms op, het blijft op de meeste plaatsen droog en de avondtemperatuur ligt rond een graad of 16. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 12 graden. Er zijn wolkenvelden en het blijft op de meeste plaatsen droog. En morgen wordt met een zuidelijke wind warme lucht over ons land aangevoerd. Het wordt 20 tot 23 graden. Eerst is het meest droog, af en toe breekt de zon door, maar later neemt de kans op regen en onweersbui toe. Op zondag volgen er dan meer buien, die vallen vooral in de middag en in de ochtenduren. En er kan ook bij onweren. Van het westen uit wordt het in de loop van de dag geleidelijk aan droog. En het wordt op zondag een stuk koeler met 18 tot 20 graden. Maandag en dinsdag blijft het wisselvallig met elke dag een enkele bui. En het wordt dan met moeite 18 graden. En ook voor de volgende week blijft de temperatuur schommelen. Begin van de week hebben we dus nog lage temperaturen. Maar geleidelijk aan gaat de temperatuur in de tweede helft van de week weer omhoog richting de normale waarde. En misschien zelfs daarboven. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.